En welkom bij Bone at Night. Vandaag duiken we de nacht in met een van Vlaanderen's meest veelzijdige talenten. Comedienne, schrijfster, levensfilosoof, tuinierster, dame met een heerlijke mening en bovenal vlot ter tale. Kortom, ik zal me moeten rappen om er een woord tussen te krijgen. Welkom, Els de Schepper. Ja, is dat iets wat ze jou vaak toedichten? Die Els kan nogal praten? Dat weet ik eigenlijk niet. Meer iets van, ze heeft een mening. Ah ja. Ja, dat wel, ja. En natuurlijk perceptie. Ja. Ach, perceptie klopt niet altijd met de realiteit, ja. Natuurlijk. Hè. Mensen denken altijd dat ik een grote mond heb en over alles en iedereen een mening heb. En als je thuis bent, dat je geen minuut zwijgt. Dat is gewoon niet waar. Ik heb steeds minder de behoefte om een mening te hebben. Ja? Ja. En hoe komt dat? Omdat je vaak voelt dat er niks mee gedaan wordt? Of? Nee. Ik heb ook steeds minder de behoefte dat met mijn mening iets zou gedaan worden. Mm-hmm. Misschien met de jaren, door wat evolueren, door wat ervaring op te doen en te denken van kijk, er zijn zoveel kanten aan een mens, zoveel kanten aan gebeurtenissen. Je bekijkt die vanuit je eigen perspectief en het is niet zo dat uw perspectief de alomvattende waarheid is. En je kunt niet ook altijd weten wat het perspectief van een ander is. Nee. Dus soms het is allemaal denk zo afhankelijk van de context. Pas op, waar ik kan mij wel druk maken om zo algemene dingen die fout gaan in de wereld. Mm-hmm. Waar ik denk van jongens, kom aan, dit mm-hmm. hoeft toch allemaal mm-hmm. niet meer. Maar voor de rest probeer ik om zo min mogelijk mensen nog te veroordelen. Ja, met de blik open. Ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. Nee. We zijn maar wie dat we zijn. Of we zijn wie we zijn. Niet maar we zijn wie we zijn. Uh-huh. En dan heb je een mening. Maar ik probeer mezelf erop te betrappen uh-huh. van... Ach, ja. Zo, misschien... Ja. Zit het wel anders in elkaar? Maar dat is wel mooi, hè? Want je hebt een eigen mening. Je weet je ook goed te verwoorden. Je hebt ook mensen die heel veel zeggen en niks van inhoud meegeven. Die zijn er ook, dus laten we dan toch maar de optie die jij hebt kiezen. Dat is het klaterwater, noem ik dat. En dat is iets waar ik me heel vaak van afkeer. Ja. Wat dat betreft, als mensen zeggen, ja, maar ja, die babbelt. Goh, ik meen te mogen zeggen dat ik babbel als ik iets te vertellen heb. Verder dan de oppervlakkigheid. Ja, en voor de rest behoud ik nogal de stilte. Ja. Thuis is het heel vaak stil. Ja. Ik heb daar helemaal geen... Nee. Ik heb geen behoefte om over mijn wasmachine te praten. Nee. Tenzij dat kapot is en ik mijn waad moet maken tegen de... Hè? Maar, of zelf is vloekt op jezelf. Ja. Maar voor de rest... Nee, dat interesseert me. Maar we gaan het niet onder stoelen of banken steken. Je bent vlot ter tale, hè, zoals ik er net wel zei. Gelukkig maar. Hè. Je moet er niet achter zoeken. Hè. Soms wel, maar gelukkig maar. Hè. Was je dat altijd al? Was je dat als kind ook? Was je zo'n een kind dat altijd op elke communiefeest een gedichtje mocht voordragen? Op feesten lag ik onder tafel, letterlijk, te slapen. En was dat een keuze van jou of was dat uit verveling? Of? Nee, dat was... Ik kan dat alleen maar in hindsight zien van achteraf. Van, waarom was dat? Eigenlijk weet ik dat nu dat komt omdat ik hoogsensitief ben. Mm-hmm. En daar kan nu over gepraat worden. Vroeger was dat ook. Ja. Ik vind dat ook niet een voordeel van hoogsensitief te zijn. Het heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. En de hoeveelheid prikkels, en dat heb ik nog altijd, zijn voor mij soms heel overweldigend. Mm-hmm. Waardoor dat ik daar spaarzaam mee moet omgaan. Vandaar dat ik een grote tuin heb. Omdat ik in de natuur kan zijn mm-hmm. en omdat ik in de stilte kan leven. En dat voor mij heel nodig is. Het heeft af en toe die zak over je hoofd die je afsluit. Absoluut. Van de maar zeg maar zeker. En het is nog maar net trouwens dat ik een noise cancelling headphone heb gekocht. Omdat als ik op reis ga, bijvoorbeeld naar Londen waar ik graag naartoe ga, om dat op te kunnen zetten. Anders heb ik na één dag zo'n hoofdpijn. Ja. Maar hoofdpijn gewoon, dat ik het niet meer uithoud. Dus dat is gewoon nodig voor mij. En ik besef nu dat ik dat als kind eigenlijk al had. Maar toen was er geen sprake van. Nee. Niemand had die term al gehoord. Nee. En ik kreeg geen energie van in grote groepen te zijn. Nee. Alhoewel ik voor grote groepen optreed. Maar dat is iets heel anders. Ja, mensen verwachten dan ook dat je altijd hoeft aan die aandacht. Nee. Ik ben ook niet de persoon die op café grote sier gaat. Ik haal weinig op café. Maar ik heb daar geen behoefte aan. Ik heb behoefte aan een 1-op-1 gesprek. Ja. En dat vind ik veel interessanter. Daar krijg ik energie van. Maar in grote groepen... Ik krijg energie als ik ervoor mag staan en als ik een uitwisseling mag doen. Je ding doen eigenlijk. Hè? Maar op café is dat niet zo. Dus
nu dat ik dat weet sinds jaren, kan ik daar ook veel beter mee om. En kan ik het ook zeggen. Ja. Want ik werd soms, ja, ik barstte van de hoofdpijn en ik wist dan niet hoe dat komt. Ja, nu weet ik dat en kan ik dat ook communiceren. Ja. Maar jongens, laat me even, want het gaat niet, het is te veel. Mm-hmm. En ja, dat is een soort, ja. Was dat voor jou het ontbrekende puzzelstuk? Toen je die diagnose kreeg of toen je te horen kreeg dat je... Dat klinkt... Hoogsensitief was, klinkt zwaarder misschien dan het ja, was. Ja, nee, maar dat klinkt ook alsof dat we af zouden zijn. Hè? Dat we volmaakt zouden zijn. Nee, ik bedoel, het ontbrekende... Het puzzelstukje dat een paar delen aan elkaar liet sluiten. Ja, ja, dat wel. Dat kon benoemd worden, hielp al om ermee om te kunnen gaan en om er dingen over op te zoeken en dingen over te weten komen. Dus dat, maar het ontbrekende puzzelstuk, we zijn nooit af in het leven. Gelukkig dus we evolueren ook alsmaar. Hè. Ja. Die week vandaag ben, was ik niet zoals ik 5 jaar geleden was. En zal ik ook niet zijn zoals ik binnen 5 jaar ben. Ja. Maar hoe kies je dan, hè, vraag ik me af, je voelt ergens, ja, mijn eilandje, ik heb het wel nodig. Ja. En waarom kies je dan, het is geen veroordeling, maar waarom kies je dan voor zo'n een publiek, een wereld waarin alles druk gaat? Hè? Sta je in een musical, sta je in een solovoorstelling? Dat is mijn talent. Ja. En wanneer ben je dat moment ook bewust dat je zoiets had van ik wil dit gaan als doen? Kind al. Als kind al, toen ik 6 jaar was, zong ik in de mis van de plechtige communicanten in Sint-Niklaas, in de Christuskoninkerk. En daar zong ik. En toen wist ik het al van, dit is wat ik heel graag doe. Ja. Met veel zenuwen en veel angst. Maar daar was ik voor geboren. Ja. En het voor een publiek staan, is voor mij is dat alsof ik voor 1 persoon sta. Omdat ik ze beschouw als 1 groep en 1 entiteit eigenlijk. Terwijl er allemaal heel veel verschillende mensen zitten. Maar dat is voor mij, maar ik heb dan dat is die extreme kant van naar extrovert te zijn. Maar ik ben ook extreem introvert. En hoe kan je weten of je een extrovert of een introvert bent? Dat is maar 1 vraag. Als je in een groep bent, bijvoorbeeld op café of op een feest, krijg je daar energie van of loop je leeg? Ja. En die vraag heb jij daarnet al beantwoord. En ik loop leeg. Ja. Dus ik weet dat ik een zware introverte kant heb. Ja. En daar moet ik ook naar luisteren. En die angst en die onzekerheid dat je zei als meisje van 6, is die er nu nog? Nog een paar decennia later. Minder. Veel minder. Maar de meeste acteurs en de meeste performers hebben zo'n parcours doorlopen, hoor, van angsten. Ik denk dat er ook een deel van de mensen, daarom niet allemaal, net dat kiest, ook omdat ze talent hebben uiteraard, maar ook net dat kiest om dat te overwinnen. Ja, eigenlijk. Het is een traject dat om een soort verbinding te voelen die je anders misschien niet zou voelen. Nee. En bij mij is dat een traject dat afgelopen is. En vandaar dat ik zeg van, ik doe het graag, maar ik heb het niet per se nodig meer om altijd op podium te staan om het gevoel te hebben dat ik leef, dat ik belangrijk ben, dat ik iets te vertellen. Ja, ik heb iets te vertellen. Ik wil dat heel graag doen, maar er zijn zoveel verschillende manieren om het te vertellen. Maar nu voel je je op je gemak, Els? Ja. Ja. Dus je blijft nog even zitten? We zijn al 2 van zijn close. We zijn uit dezelfde regio. Dat scheelt, dat maakt een band. Hè? Dus we blijven nog zitten, want we gaan dan samen de nacht in. Ja, klinkt heel romantisch, maar we zullen zien of het ook zo uitkomt. Ik zie je nergens een bed staan. Tot straks. En welkom terug bij Bone at Night. We zijn er nog steeds. Jij vroeg daarnet waar het bed stond, Els. Maar het is nog iets te vroeg om erin te kruipen, want ik heb nog een heleboel vragen voor je. Ja, ja, ja. Ja. Maar weet je, ik weet niet hoe je ermee omgaat. Maar wellicht weet je dat toen jij afstudeerde aan de studio, dan was jij excellent in bijna alles. Men had nog nooit zoveel goede cijfers samengezien. Ja, goh, ja. En dat is de realiteit, hè? Ja, ja, ja. Ik had een heel hoog diploma. Ik ben het ooit eens kwijtgeraakt, mijn diploma. Echt waar. Ik heb bijna in het containerpark gegooid. Echt waar. En just op een moment trek ik een zak open die ik in de dumpster had gegooid. In het containerpark zelf? Maar ja, echt waar. En ik denk, ik heb mijn diploma weggegooid. Poef, er terug uit. Oh, dat was echt wel. Ja. Nu ligt dat ergens op zolder. Ja. Omdat niemand heeft mij ooit naar mijn cijfers gevraagd. Nee. Heb je ooit moeten zeggen, ik ben als de schepper, ik was excellent in aan de studio? Ik zou dat al niet zeggen. Omdat ik... Ik heb Stuur en Manteling altijd beschouwd als daar leer je je ambacht. Ja.
Niet daar wordt je persoonlijkheid gevormd. Je leert daar een ambacht. Je leert daar van alles wat proeven en dat ontwikkelen. En het is nadien dat je het moet doen. Ja. En nadien heb ik het ook gedaan. Hè. Mm-hmm. Met veel vallen en opstaan. Dat is niet altijd even makkelijk geweest. En sowieso, dat is ook het leven. Dus die cijfers zijn voor mij van geen enkel belang. Nee. Het was alleen misschien op dat moment natuurlijk wel een overwinning voor mezelf en een bevestiging van, je hebt talent, je moet daarin verder gaan. Ja, dat was een stevige duw in de rug om te weten absoluut, van, ik kan op en een podium iets ik moet eerlijk vertellen. Zeggen, ik ben heel blij dat ik doe wat ik doe, in die zin dat had ik gewoon puur musical gekozen, had ik puur als actrice de weg gekozen, wat ook waardevol is, wat ook absoluut een mooie weg kan zijn. Maar dan was ik wellicht, zeker op deze leeftijd, allang afgeserveerd. Omdat die rollen natuurlijk minder interessant zijn, daar zoekt men altijd die... Wel, nee. Ik bedoel, dat is wat tegenwoordig nogal al een stokpaardje is, waar ik toch wel voor wil gaan staan. Hè. Er is ontzettend veel ageism in deze sector, in de wereld ook. Hè. Oudere mensen, in eerste instantie oudere dames, en dan daarna weliswaar wat oudere heren, worden heel snel opzij gezet. Ja. En dat en moet die ook eens... staat altijd, de indruk heb ik lager. Hè? En ik heb zoiets van... Ja, ik denk, wat jongens... Allee, beseffen jullie niet wat jullie aan het doen zijn? Mm-hmm. Ik heb er al tegen een paar politici over gepraat. Zeg, jullie moeten jullie daarvan bewust zijn dat er echt een probleem ontstaat dat jullie zelf creëren. Ja. In die zin... Mensen die wat ouder zijn, hè, die worden beschouwd als lastig omwille van het feit dat ze geld kosten. Hè. Zeker als pensioenen en dit en dat. De loonlast wordt gewoon... Maar tezelfdertijd stimuleren jullie op geen enkele manier het feit dat in bedrijven overal oudere mensen andere jobs krijgen. Mm-hmm. De perceptie moet veranderen, de mentaliteitsverandering, mm-hmm. zowel bij regering, bedrijven, als bij de oudere werkende mensen zelf, als de oudere mensen zelf, moet veranderen in die zin dat wij hebben nog iets bij te dragen aan de maatschappij. Er zit ook nog zoveel expertise in die en ik vind dus, het is iedereen zijn verantwoordelijkheid. Niet alleen de verantwoordelijkheid van regeringen, bedrijven enzovoort. Mm-hmm. Ook van die ouder wordende mensen. Mm-hmm. Ga uzelf heruitvinden. Stimuleer uw eigen dat je interessant blijft. En het is ook gezond van dat te Want doen. Uiteindelijk heb je dat heel jouw leven moeten doen. Hè? Je zei het daarnet, er lag heel veel voor je. Je had musical, theater. Je hebt uiteindelijk gekozen om ook televisie eens te gaan doen. Ja, en nu theater natuurlijk al heel lang. Maar ondertussen studeer ik ook 3D-ontwerp. Ja, en ik doe nog een heleboel andere dingen. Waarom? Net omdat u dat... Ik vind dat interessant, ten eerste. Het past in het kader van het feit dat ik een creatieve mens ben. Maar het stimuleert u ook. En dan denk ik, jongens, allez, herdenk dat toch eens, dat idee dat het leven ophoudt. Hè, en steeds, zoals jonger. Je zegt, jonger. Hè, zeker voor ouder wordende actrices. Je bent opgebrand. Op 45, als je 45 zijn ze afgeserveerd. Ja. En dan denk ik, hoe is dit mogelijk? Mensen worden ook alsmaar ouder. Mm-hmm. Dus tegen de tijd dat die mens, de twintigers... doodgaan, dan zijn ze 100 jaar. Hè? Wil dat dan zeggen dat je vanaf je 50, 45, 50... moet je nog de helft van je leven gaan... Dat je al niet meer interessant bent? Nee. Hier klopt iets niet. Nee. En het is alleen maar daardoor over te praten... en door daarover te zeggen... maar jongens, daar moet een mentaliteitsverandering komen... bij iedereen. Ja. Aan beide kanten. En een verantwoordelijkheid van iedereen, door iedereen... dat er iets kan veranderen. Ja, ja. Maar jij bent, ondanks die druk die er zit... ga je nog altijd heerlijk door. Ik ga verder. Door, ja, maar nee. Ik probeer mij daar absoluut niet aan te trekken. Bij tijd en wijle kan ik mij daar zeer lastig in maken... en druk in maken. Dat ik denk, jongens, kom aan. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, als je voelt... want het wordt jou nooit rechtstreeks gezegd. Het is altijd een subtiel gif. Ja, het wordt nooit rechtstreeks gezegd. Nee. Maar je voelt dat je... Ah ja, de parameters... Ah, zo oud... Het maakt nu zelfs niet uit hoe interessant dat je bent, wat je te vertellen hebt, hoe dit en dat. Nee, zo oud. En ervaar je dat zelf ook als ik heb dat al ervaren de laatste tijd. Bij programmatoren bijvoorbeeld? Ik heb het al ervaren, ja. Ja. Ik ga niet in detail treden bij wie of waar of hoe, want dat is niet belangrijk. Maar ik heb dat wel al ervaren. Dat zegt, dat is confronterend, moet ik zeggen. Dat bij jou naar de seniorenmatinee schuift? Omdat je voelt dat...
als je het rechtstreeks vraagt, gaat men er omheen fietsen, gaat men jou niet zeggen. Je, ja. Dus je kan dat niet vastgrijpen en je kan niet in debat gaan daarover. Ja. Ja. En... Dat is ook een gevoel van oneerlijkheid, hè? Ja, maar dat is gewoon het... Je wordt genegeerd, je wordt opzij gezet. En dat, bij mij valt dat dan nog mee. Hè, ja. Want ik creëer mijn eigen werk en ik ga ervoor. Maar ik spreek toch een aantal mensen regelmatig die er einde absoluut... Job. Ja. Ja, en dat is... Ik vind dat schrijnend en ik vind dat zeer, zeer jammer. En dat en moeten ze aanpakken. Mm. En ook het feit dat single mensen echt zeer onrechtvaardig worden behandeld in de maatschappij. Die ongelijkheden die er nog in ongelijkheden, en dat moet veranderen. En denk je dat er kans is dat dat gaat veranderen? Of? Hoe meer we erover praten met z'n allen, op genuanceerde wijze, maar toch zeer kritisch. Ja. Hoe meer dat het in het bewustzijn kan binnentreden. En hoe meer dat er langzaamaan iets kan veranderen. Ja. Ja. Dat is de enige weg. En als de schepper voor president, denk ik dan. Oh, ik heb niet de ambitie. Heb jij nooit die ambitie gehad? Oh, maar ik vind heel vaak het parlement zo'n slecht theater. En ik doe niet mee aan slecht theater. Laten we het zo zeggen. Dan denk je, nee, ik zou dat anders geformuleerd hebben. Dus nee, het is niet aan mij besteed. Laat mij maar. Je kan nog altijd gaan coachen. Of zijn politici oncoachbaar, dan zou denk ik... Nee, denk dan niet dat ze oncoachbaar zijn. Absoluut niet. Het is natuurlijk een spel daar. Hè? Ja. En er zitten heel veel verborgen agenda's en heel veel partijpolitiek die... En, ik noem dat het lagere zelf van mensen wordt daar heel vaak geëtaleerd. Ja. En het is echt heel erg jammer dat nodig is. En je zou er niet gelukkiger worden. Ik zou er niet gelukkiger van worden. We gaan er zo dadelijk nog verder over hebben, want we zijn op dreef. De nacht tikt verder en dan komen de moeilijkere vragen. Oké. Maar daar heb je niks op tegen. Ik ben benieuwd. Ongezoutene mening. Och. We krijgen ze van S. de Schepper. Tot zo. En welkom terug bij Bone at Night. En wat leuk dat S. de Schepper tijd wou vrijmaken, want het is een duizendpoot die met van alles en nog wat bezig is. Ja. We gaan straks nog over je nieuwe theatervoorstelling hebben. We gaan het nog hebben over jouw vrije tijd, waar je nog wel dingen in doet. Maar je hebt weer een kind ter wereld gebracht. Wel, ja, ik... Ik vraag niet hoeveel kilo's, hoeveel pagina's vraag ik dan. Ja, het is toch een serieuze baby. Is het waar? Ja. Ja, mijn nieuwste boek, hè. Ja, vertel eens. Ja, de titel is eigenlijk naar aanleiding van de voorstelling. Wat doe ik hier? Wat heb ik gedaan? Ik onlangs dacht ik van, ja, kijk eens aan. Ik ben nu zoveel jaren verder in het leven. Ik ga mijn allereerste boek eens ter hand nemen. Het heeft zin. Ja. En eens kijken, wat schiet er over van... Wat ik daar geschreven heb. Ideële beeld en En van hoe ik over het leven denk. Ja. Wat ik heb meegemaakt. Wat is de levenservaring van 25 jaar later. Ja. Hè? Ongeveer 25 jaar. En ik ben beginnen lezen. Ik ben beginnen lezen. En beginnen noteren. En eigenlijk naar aanleiding van daaraan werk heb ik dat boek helemaal herschreven. Helemaal aangepast. Alles in het nieuwe perspectief van mijn leven zoals het nu is. Ja. En de ervaring en de inzicht en de bewustwording die ik nu heb, heb ik dat daar helemaal in geïmplementeerd. We hebben het helemaal opnieuw vormgegeven. Zo. En dat is dus het nieuwe boek Wat doe ik hier gegeven. Eigenlijk is het, het heeft zin, 25 jaar later... Met een heleboel nieuwe inzichten. Ja. En dat boek kan je op zich lezen? Je hoeft daar niet het eerste boek voor gelezen te hebben. Het is zo gemaakt. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is natuurlijk leuk als ze het wel allemaal doen. Want je moet ze natuurlijk niet gaan motiveren om thuis te blijven. Ja, nee, natuurlijk. Ik vind dat heel plezant als ze allemaal alles doen. Ja. Hè? Maar je hoeft het inderdaad niet gezien te hebben, de voorstelling. Je kan dat boek helemaal op zich lezen. En is het ook weer zo'n buitenbeentje met tekeningen, met doetips? Wel, de oorspronkelijke tekeningen in het eerste boek van Charles Cambrai hebben we eigenlijk helemaal geüpdate. Die worden ingekleurd. Dus die blijven ook echt staan. Ja. We hebben natuurlijk, wat heel opvallend was, hoe de tijd veranderd is in die zin dat we een aantal zaken die er toen in stonden, 25 jaar geleden, dat we dachten, dat ligt nu veel gevoeliger. Ja. De manier waarop je praat, het hele... Ja, een aantal uitdrukkingen, een aantal...
Dat was toch heel opvallend, vond ik. Ja. Terwijl ik denk, ja, 25 jaar zou daar niemand aan, geleden zou daar niemand nee. aanstoot aan genomen hebben. En nu? Ah ja, oké, dan moeten we anders formuleren. En dat verwondert mij dan toch dat Els de Schepper daar dan wel eventjes de rem op trekt. Je zou net hebben... Tegen de storm in? Ja, goh, het is dubbel. In die zin dat... Ik heb veel meer nuances in het boek aangebracht. Omdat ik zelf ook genuanceerder ben geworden. Mm-hmm. En ben geëvolueerd. Dan is het logisch, ja. En natuurlijk een aantal zaken dat je maatschappelijk wel rekening mee houdt. Zonder ze uit de weg te gaan. Mm-hmm. Maar ze ook anders formuleert. Om net... Ja, je kan tegen schenen schoppen zoveel als dat je wil. Maar je wil toch met zo'n boek dat het aankomt bij mm-hmm. mensen. Ja. En dat het... iets teweeg brengt. Dus dan moet je het op die manier aanpakken dat het ook ingang vindt bij mensen. Ja, dat het eerder verbindt dan dat het ingang, verdeelt. Of... Voilà, dat is de ingang. Vandaag de dag is er zoveel polariteit en polarisering. En daar wil ik nou net niet voor gaan staan. Mm. Ondanks het feit dat ik wel een mening heb. Maar dat ik denk van nee, het is net... Heel dat boek gaat er net over. Van wat doe ik hier in het leven? Waarvoor ben ik hier? Hoe kan ik de trauma's die ik heb meegemaakt... de zaken die mij overkomen... hoe kan ik dat bekijken? Hoe kan ik de verantwoordelijkheid over mezelf nemen... zonder schuld te hebben? Hoe kan ik de wereld aanpakken? Hoe kan ik daarin treden? Hoe kan ik het beter, vreugdevoller, fijner voor mezelf maken... En tegelijkertijd beseffen van ja, dit is het leven, het houdt nooit op. Ja. Er zijn altijd dingen die overkomen. Er zit evolutie in, ook hoe dat je kijkt. Hè? Ja, dus het zou heel raar zijn moest ik alles... Doen. Ja, dat zou niet gaan. Dat zou een verloochening zijn. Ja. Maar je doet zoveel, hè. Ik bedoel, jij treedt op als comedienne, je hebt televisie gedaan, je schrijft, je bent met kunst bezig, je bent ook voortdurend jezelf aan het verrijken. Heb je dan eens niet dat je omgeving zegt van Els, kies eens iets? Nee. Die weten dat allemaal al. Dat is al jaren zo. Eigenlijk, degene die het dichtst bij mij staan... die vragen zelfs nooit waar ik mee bezig ben. Ja. Ik ben Els en ik ben iemand die ze graag zien. En ik zie hen graag. En dat is heel privé. Zij moeten zich zorgen maken als je niks gaat doen. En wel, de enige keer dat ze zich echt zorgen hebben gemaakt... was toen ik tussen mijn 40 en 50 ergens in die periode... een hele zware burn-out heb gehad. En dat ik werkelijk in niets nog zin had. Ja. En dat ik het ook echt niet meer zag zitten. Ja. En toen maakten ze zich zorgen. Ja. Ik was... Ik was een paar maanden geleden heel, heel erg blij... toen ik in de tuin aan het... in de boom aan het klimmen was, in de kersenboom. Letterlijk en ik zat aan het klimmen op een, ja, letterlijk. Ik zat op een bepaald moment helemaal bovenaan. En die dacht, ik moet nog terug. En al die kersen aan het plukken en laten vallen. En dan dacht ik, kijk, voilà. De mens, hoe oud ben ik nu? Maar ik maak het uit. Maar ik zat helemaal van boven in die boom toen ik pas besefte... Oei, ik moet nog naar beneden. En is het gelukt? Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Wel, als ik op, mijn blote, op mijn blote voeten ben ik tot helemaal boven in die boom. En dan dacht ik, fijn. Ja. Een mens moet zich niet determineren door zijn leeftijd. Nee. Of door de manier waarop anderen denken dat jij in het leven staat. Wat dat betreft mogen veel meer mensen wat meer voert zeggen. Als dat allemaal stilvalt, dan moeten we ons zorgen maken. Leven. Ja. Voilà. Ja. En doe je dat ook? Ja, zeg maar zeker. Heb je vandaag al voert gezegd? Vandaag heb ik nog niet echt voert gezegd. Vandaag heb ik mijn hond... heel veel knuffels en kusjes gegeven. Ja. Hij had het nodig. Ja, hij is heel oud, heel versleten. Hij staat op zijn laatste pootjes. En binnenkort gaan we hem kwijt geraken. En dat is natuurlijk niet fijn. Nee. Maar bon, het feit dat je erover praat, is het teken dat je er wel mee bezig bent. Tuurlijk. Ja. Dat is een van mijn grote liefdes in mijn leven, mijn hond. Nogal wat mensen hoor, maar hij is een heel speciaal ziel. In die zin dat ik heb al wat honden gehad en heel veel mensen in mijn leven natuurlijk. Maar van al die honden is hij de meest speciale geweest voor mij. En de meest trouwe. Trouw, een hond is eigenlijk altijd trouw. Ja. Maar heb je soms het gevoel dat je aan je hond het meeste hebt, dat je daar eigenlijk... Dat hij onvoorwaardelijk jou... Er is heel veel onvoorwaardelijkheid, hè? Maar ik heb hem... Ik heb er een stuk in mijn boek over geschreven. Hè. Dat is in het nieuwe boek over hoe hij... Het is een asielhond. Ik heb hem ergens geadopteerd uit een asiel in Rijssel. Ik ben hem dan gaan halen. Dat was echt een ramp voor dat beestje. En met al die jaren zijn wij
echt twee maatjes geworden. Hij had heel veel verlatingsangst, heel veel bindingsangst. Ik schrijf daar ook een stuk over mezelf in het boek. Waar een heel... dat is heel onthullend ook. En op een bepaalde dag, na zoveel jaren van angst voor hij... Allee, hij had veel angsten. Is hij toch op zijn eentje gaan wandelen in de tuin. Ik heb een hele grote tuin. En voordien moest ik altijd met hem samen zijn. Hij kon niet alleen zijn. En dan ging op een goede dag, waar we heel veel gewerkt hadden met een trainer, ging hij wandelen en hij zat te kijken in de voortuin naar de bussen die passeerden. En ik voelde dat. Ik zat in mijn woonkamer en hij, op een of andere manier, hij draait zich om in zijn kopje en hij lijkt alsof hij mij een knipoog geeft. En ik dacht, ja. And here I am. En hij draait zich terug om te kijken en ik dacht, we zijn er. Ja. Hij heeft zijn verlatingsangst overwonnen. Ja. Ik heb mij veel meer gebonden aan een levend wezen en veel meer dat idee gehad van ik kan onvoorwaardelijke liefde geven. Ja. En iemand kan dat ook ontvangen. En dat was echt een van de mooiste momenten uit mijn leven op dat moment. En is dat iets wat je bij mensen steeds meer mist? Steeds minder eigenlijk. Het feit dat ik zelf zo geëvolueerd ben... is eigenlijk de uitzicht in het feit dat ik mij steeds... meer kwetsbaar kan opstellen en steeds meer diepe verbinding kan leggen met mijn omgeving. Mm-hmm. En ook eigenlijk echt steeds meer onvoorwaardelijke liefde voelen. En dat is zoiets wat ik, laat ons het genuanceerd uitdrukken, maar toch in mijn leven en zeker in mijn jeugd, waar het mij aan ontbrak. Mm-hmm. Door de omstandigheden die ze waren en ook geen enkel verwijt naar mijn omgeving meer, maar waar het moeilijk lag. Ja. Waar het absoluut moeilijk lag. En waar ik zelf heel veel heb moeten in leren. En ik ben daarin geëvolueerd. En uiteraard, die hond is daar niet zomaar gekomen. Hè. Ik ben daarvan overtuigd. Je gelooft dat alles een zin dat trekt, heeft. Ja, maar ja, je trekt energieën aan. Dat ook in de negatieve zin trek je soms mensen aan. En waarvan dat je erop doet. Ja, op hun zou willen kloppen, mm-hmm. maar waarvan je achteraf soms kan zeggen, dat heb ik eruit geleerd. Mm-hmm. En daar gaat dat boek onder andere ook over. Ik vertel over een aantal zaken die ik heb meegemaakt, mm-hmm. waarin dat ik... een van de zaken waar ik zeker over vertel, en waar ik ook al in de openbaarheid iets over gezegd heb, is over de grote liefde van mijn leven, Adel, mijn Egyptische mm-hmm. vriend, chirurg. Waar we door omstandigheden al jaren niet meer samen waren, omdat hij kon hier niet doen wat hij... kon en ik ging er niet. We waren hele goede vrienden. Maar ik had nog iets te vertellen en ik had nog iets te zeggen daarover, over hoe dat ik dat toen heb in de tijd heb aangepakt. En ik voelde mij daar nog heel schuldig en betant over. En op het moment dat ik naar hem toe ging vliegen, op dat moment, 2 dagen voordien, sterft hij. Mm-hmm. En dat is... ja, dat is mind-blowing. Mm-hmm. En ik zakte letterlijk door mijn benen. Maar achteraf... Was geen toeval. Ja, toeval. Dat wil ik zelfs niet zeggen. Het gaat mij niet over, is iets toeval of niet toeval. Het gaat mij over, en daar gaat het boek over... kan je er achteraf iets uithalen... Mm-hmm. waar dat je als mens rijker mee kan worden, waar je mee verder kan. En in dat geval ben ik ermee verder gekunnen, omdat mij toen heel duidelijk achteraf de boodschap is gegeven. Waarom is dat nu gebeurd? Omdat je nu voor eens en voor altijd angst niet meer aan het stuur van je leven zou zetten. Nee. En dat heeft mij echt gecatapulteerd in een proces van mijn angsten te confronteren en met mijn angsten iets te doen. Ja. Ben ik daarin helemaal geslaagd en is dat afgewerkt? Nee, natuurlijk niet. We zijn mensen en we evolueren constant. De onvolmaaktheid hoort bij het leven. Hè? Ja. Maar je hebt er ook een clip over gemaakt. Hè? Ja. Als je het goed vindt, want ik wil er dadelijk even over doorgaan. Maar ik zou graag die clip eens zien. Ja. Dan kunnen we het een beetje kaderen daar ook in. Is goed, als je dat goed vindt. Ja, absoluut. Komen we zo dadelijk bij je terug. Maar eerst dus de clip die Els zo dadelijk nog wel meer zal verduidelijken. Tot zo. En welkom terug bij Bone at Night. We zagen zo net de clip Unset. Een clip die je recent gerealiseerd hebt. En niets is toeval, bij Els de Schepper, denk ik dan. Mogen we hieruit afleiden dat je zegt, wacht niet tot morgen om te bespreken wat je vandaag kan bespreken? Of spreek alles uit? Wat ik ook schrijf in het boek is... voor alles is een tijd en een plaats.
en een omgeving om dingen te doen. Toen Adel stierf, was daar niet de tijd en de plaats voor mij om daar iets over te doen. Ik had heel wat te verwerken, wat ik net vertel over die angsten en zo. Nu, jaren later, komt dat lied mij toe. Die vraag komt mij toe. En dan dacht ik, oké, dat is een hele mooie afsluiting van een hele periode. Mm-hmm. En een heel mooi eerbetoon aan eigenlijk wat er is gebeurd. En dat is hetgeen waar ik steeds meer voor wil staan. Van, ook natuurlijk met veel plezier. Dat nummer is nu wel ernstig. Maar ik vertel ook in het boek met heel veel grappen en met heel veel beelden over hoe kun je het bekijken, het leven. En voor mij gaat het erover wat je er ook van denkt. Hè? Wat je meegemaakt hebt. En of toeval bestaat of niet toeval. Boah, wat. Eigenlijk wil ik dat nog in het midden laten. Maar het gaat mij meer over van... Wat kun je ermee? Wat doe je ermee? Word ik hier door alles wat je mij... Een rijkere, mooiere... beter mens, kan ik met mezelf, mijn omgeving beter om. Dat is belangrijk. En al de rest doet er eigenlijk niet toe. Nee. En was je met die relatie, hè, die zo een bijzondere plek in je leven had, was je dan zo dicht bij de liefde dat je denkt, zo dichtbij kan ik nooit meer komen? Oh, nee. Ik bedoel, dat is iets wat je niet... Want dat is heel deterministisch om zo te denken. Mm-hmm. Want dit is het geweest en dat was het dan. Mm-hmm. De mens evolueert. Ja. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Het doek gaat dicht en het gaat terug open daarna. Ja, en dan zullen we wel zien. Dan begint een nieuwe chapter, een nieuw hoofdstuk. En dan zullen we dat wel zien. Kom ik nog iemand tegen in mijn leven? Fijn, graag. Is dat niet zo? Dan is het zo. En ga ik mijn leven daardoor laten bepalen? Ik kan daar wel eens triestig over zijn. Ja. Of denken, maar goh, weet je, dan ga je verder en evolueer. Ja. En kijk. Ja. Voel wat zijn je onbewuste overtuigingen. Want we hebben heel veel onbewuste overtuigingen, negatieve overtuigingen, die ons leven heel erg bepalen, zonder dat we het vaak weten. Hoe meer je dat in het licht kan brengen, hoe meer je daar iets mee kan doen. Tezelfde tijd kan je heel veel wensen in het leven neerplaatsen. Schrijf ik ook over. Heel veel wensen in het leven neerplaatsen. Wees er ook specifiek in je wensen. Vervolgens laat de wens los. En laat het leven bepalen wanneer het er de tijd en de plaats voor is om u te geven wat je wilt en wat je nodig hebt en waar je verder kunt door evolueren. Wat mij opvalt is, je bent zo bewust met dingen bezig. Ja. En in jouw voorstellingen dan heb ik soms de indruk van alle remmen gaan los. En ook de humor gaat heel ver, heel extrovert. Is dat dan toch een soort façade om te verwerken, om die stille... hele kwetsbare Els een stuk te maskeren? Nee, helemaal niet. Want als je de laatste voorstelling zou gezien hebben, dan, of degene die ze gezien hebben, kunnen heel goed weten dat daar hele diepe lagen onder zitten. Maar dat moet niet altijd ernstig zijn. Nee. Hè? Het moet niet altijd, en ik wissel dat heel erg af, hè? Maar het mag ook op een lichte manier bekeken worden. Ja. En dat is zo... Daar waar men vroeger ooit gezegd heeft, van, ze kan niet kiezen, wat je zelf ook al eens aangehaald hebt, van, zou je dan moeten kiezen? Denk ik, nee, dit ben ik. Ja. Die beide kanten, die een balans van die dingen. Ik schrijf in dat boek ook over, bekijk het leven als het buffet. Dat je aan een buffet komt en je schept van alles op je bord, spinazie en groentekens en ook een stuk hamburger en dit en dat. Je komt aan de comptoir bij Maria die opschrijft, zegt, ja, maar nu niet wat veel spinazie gepakt, zou jij dat wel aan kunnen? En dan gaat afrekenen bij God en dan zegt God van, is wel kopieus, hè? Gaat jij dat aan kunnen? En vervolgens komt in het leven terecht en dan ontdekte dat je godverdomme veel spinazie moet fritten om wat ik dan maar, ja, oké, there you go. Zo beschrijf ik dat ook, omdat dat natuurlijk, dat maakt het licht en luchtig. Ja. Beschrijf op een andere manier ook het leven als een paintball game. Hè? Ja. Bedoel, wij zijn vrienden. Oké, we gaan paintballen. We hebben afgesproken voor het spel. Jij zit in het ander kamp, ik in deze kamp. Ja. Ik ga verrot schieten. Ja. En dat, we doen dat toen en ik overtreed alle regels. En jij goed. En zit dan dat. Maar na afloop gaat het samen pinten pakken. Ja. Ja. Zeggen, zet maar door bij mijn chocolade gehad. Ja. En zo, voilà, maar zo kun je het ook bekijken. Ja. En je hebt ook heel veel personages in je voorstelling natuurlijk. Zijn dat dingen, laat je die dingen zeggen die jij net niet
wil zeggen? Ja, dat wel. Ja. Omdat ik gemerkt heb dat je Klein Elske bijvoorbeeld, een van mijn favoriete personages, die kan dingen zeggen die ik niet mag zeggen. Ja. Die kan dingen vragen die ik niet mag vragen. Omdat dat de onbevangenheid is van een kind. En het rare is, dat wordt ook zo ontvangen. Ja. Ik ben ervan overtuigd, mensen die energieën zouden kunnen zien, zoals er toch steeds meer mensen zijn, en ik heb er echt wel een aantal kennen, die gaan dat zien, dat ik dingen over mij heen trek, waardoor ik, en ik meen dat ook echt, hè, ik word ook Klein Elske. Ik speel dat niet. Dikke Rita uit Gent. Ik word die. Ik voel die. Die is daar. Die is in mij. Iemand heeft mij ooit verteld, en dat was een neuropsychiater, die wel bezig was met de ruimere werelden, met bewustzijn, met energieën, met, die kon ook dingen zien. Die zei, die kwam naar Piaf, de musical, kijken, waar toch wel ontzettend veel mensen door ontroerd geweest zijn. Wat een hele mooie voorstelling was. Ja, en ik heb ook prijzen voor gewonnen, en ik was daar ook heel blij mee. Vergde ook redelijk veel van mezelf. Dat ook mooi gedaan. Hè, ja, maar dat was niet spelen. Hè. Ik was die. En die neuropsychiater zei, ik zag u niet meer staan. Ik zag Edith Piaf staan. Ja. Het lijkt wel alsof jij die ooit geweest of gekend hebt. Ja. En dan dacht ik, oké, dat weet ik niet. Ik ga daar ook niet over uitbreiden, want ik weet dat niet. Maar het voelt wel zo. Ja. En dat is het verschil tussen een goede acteur en een slechte acteur. En de studio had gelijk. Hè? Ja, maar een goede acteur of een slechte... Een goede acteur is het... Een slechte acteur speelt het. Ja. Ja. Dat is het verschil. En dus in jouw voorstelling ben je gewoon ook... Ik ben die personages. Volledig je personage. Ja. En die zie je allemaal even graag. Ja, ze hebben allemaal een stukje. Van... Onkel Richard uit Antwerpen. Ja, dat is gewoon een vetzak. En die, maar dat is heerlijk om die te doen natuurlijk. Dat maak ik allemaal dingen zeggen die helemaal niet woke zijn. Die heel verkeerd zijn. Maar... Wees eerlijk, zo zijn de boel mensen. Ja, en zitten die dan allemaal bij jou rond de kersttafel? Ja, wel. Al die personages. Ja, nou ja. Ik zou het eens willen zien. Ja, ze zijn aanwezig in mijn leven. Je zou ze samen moeten brengen in een film, Els. Oh, dat zou fantastisch zijn. Laat ons dat neerplaat. Ja? Laat ons dat in de wereld gooien. En... Ja, dat zou een Kerst echt met fijn Els zijn. De Schepper. Zo, al die personages. God, ja. En dan heb je nog mijn nieuwste personage van de vorige show. Die Sonja uit Limburg. Die is... ik hou van Sonja. Sonja is het omgekeerde van mij. Maar heerlijk, heerlijk om dat te mogen zijn. En wat moet het rustig zijn als je dan na een voorstelling in de auto zit? Dan ben ik heel stil. Ja, kan ik me inbeelden. En dan zwijgen die ook? Ze zwijgen allemaal. Of is Klein Elsje dan toch nog... Nee. Ik kan die energie makkelijk loslaten. En natuurlijk. Kijk je dan als Els de Schepper of kijk je dan als Klein Elsje? Kijk je dan als dan naar wat? Naar de wereld, naar wat rondom jou gebeurt. In die voorstellingen? Maar op de terugreis. Oh, nee. Dan is dat achter mij gelaten. Dan is dat weg. Ik zet dat af. Hè. Dat is geen probleem. Hè. Nee. Dan ben ik stil. Of ik bel naar vrienden. Ja. En die praten mij naar huis. Ja. Omdat ik natuurlijk ook, als ik alleen in de auto zit, moet wakker blijven. Ja. Ja, dus... En dan heb je een mooi netwerk rondom jou die... Luister, hoe was de dag? En Els is heel, veilig thuis. Ik kan mij heel veel... En je ziet het ook nu. Met heel veel liefde en blijdschap zeggen... Ik ben zo blij met al die mensen in mijn leven. Je hebt eindelijk toch wel op je pad gekregen... waar je ooit misschien dacht dat het niet voor jou was weggelegd. Maar ik heb er ook... En dan mag ik ook echt mezelf wel een medaille voor geven. Ja. Heel veel werk voor geleverd. Heel veel aan introspectie gedaan. Heel veel gekeken. Wat is mijn verantwoordelijkheid? Waarom overkomen die dingen mij? Wat kan ik eruit leren? Ik ben niet schuldig, maar ik kan er hier iets mee doen. Dat is waar dat boek over gaat. Ja. En dat is waar natuurlijk die volgende voorstelling... En je hebt ook aan jezelf gewerkt. En dat wil je delen. Ja. En dan word je ook aantrekkelijk voor mensen. Hè? Ja. Ja, maar gewoon in de hoop dat mensen daar ook... voor zichzelf iets aan hebben. Daarvoor doet het anders. Anders moet je in een roddelblad gaan staan. Ja. En heel uw zieligheid en uw slachtofferschap. Ja. En daar. Daarvoor is het leven te kort, Els. Stop met slachtoffer spelen. Je mag ooit slachtoffer geweest zijn. Ja. Of zijn van situaties. Maar probeer er het beste van te maken. Maar voor alles is een tijd en een plaats. En op een bepaald moment mag je dat achter je laten. En ga je er iets mee aanvangen. En elke uitdaging is waard geleefd. Absoluut. We gaan er zo dadelijk nog even over verder, want je voelt de nacht doordringen. Hè? De gesprekken worden interessanter en interessanter. Ja. Maar we zijn al aan ons laatste blokje toe. Ah, en dan
Veel te kort. Veel te kort. We gaan er een lange nacht van maken. Ja. We hebben alleen maar water, maar we kunnen praten uren. Hè? Er zijn nog wel wat cafés open, zeker. Oké, en anders gaan ze terug open. Ja. Maar we gooien er even muziek tussen. Tot zo. En welkom terug bij Bone at Night. We duiken de nacht verder in, dus komen ook de lastige vragen. En ik ben eens gaan graven in jouw verleden. Els, en ik moet spieken voor de titel, want ik kan het niet van buiten leren. Laat staan dat ik die hele voorstelling zou spelen. Maar in jouw voorstelling, Els de Schepper heeft besloten er geen eind aan te maken met zichzelf. Daar steek je eigenlijk de draak, hè, met al wat moeilijk is in het leven. Ik vraag me nu, waar staat Els de Schepper op dit moment in het leven? Wel, je ziet, ik heb besloten om er geen eind aan te maken. Nee. En je hebt daarnet ook al een stukje beantwoord. En pas op, ik stak daar niet de draak mee. Ik bracht er wel wat hilariteit en verlichting in op dat moment. Maar dat ging ook op bepaalde momenten heel ernstig over net wat we eigenlijk allemaal verteld hebben. Hè. Dus, en waar sta ik op dit moment in het leven? Op dit moment, ik zeg altijd, ik ben een reiziger op pad in mijn eigen leven. En ik ben benieuwd wat de toekomst brengt. En ik zou zeker niet een aantal jaren willen teruggaan, omdat ik daar toch wel wat moeilijkheden had en moeilijk had. Hè. En dus waar er nu wel wat meer ruimte is gekomen. Ja. En pas op, ik ben elke dag een keer heel gelukkig en elke dag een keer heel ongelukkig. En dat duurt dan 1 minuut. Ja. Hè. En als je dat aanvaardt, dat is leven. En aan elk ongelukje plaats je een gelukje tegenover. Oh ja, absoluut. Ja. En er zijn ook weer wat kleine dingen waar je gelukkig kan zijn. Wat is voor jouw quality time? Is dat in de kerselaar klimmen? Ik wou het net zeggen, in mijn kersenboom van boven klimmen. En tot mijn grote ontzetting constateren, dat is hoog. Dan zeggen de buren, daar zitten ze weer. Maar dat is het eigenlijk. Hè. Ja, dat is het eigenlijk. En pluk je dan goede kersen? Ja, absoluut, zijn heel goede kersen. Ja. Maar dat is het eigenlijk gewoon. Elke dag daar een kleine vreugde vinden. En wat is quality time voor je? Heel veel dingen zijn quality time, hoor. Met vrienden goed gesprek hebben. Mijn tomaten zien groeien. Praat je ook tegen jou? Planten, jou? Tegen sommigen wel, ja. Waarom tegen sommigen wel en waarom tegen anderen niet? Nou, ik voel dat ze niks te zeggen hebben, maar ja. Maar, ja. Of dat ik de taal niet spreek, dat ik het voel. Maar dat ze niet snel genoeg groeien. Maar weet je, er zijn heel veel dingen quality time. Ja. Ja. Maar vooral ook op het theater staan, want dat is een constante in je leven, want je gaat terug de boer op en je maakt het jezelf weer niet gemakkelijk. Hè? Oh nee, ik heb het nogmaals gezegd. Ik denk, wat doe ik mijn eigen uur dan? Het is toch, ik had weer een uitdagingsje nodig, denk ik dan. Nu ga je gasten uitnodigen en ik weet wat het is om een gast uit te nodigen. En jij stopt niet met één gast voor een hele tournee. Nee, je pakt gewoon elke voorstelling. Elke avond een andere mystery guest. Buiten heel jouw familie nog van Elsje en die komen ook allemaal natuurlijk. De bus wordt ingelegd. Eigenlijk is het idee ontstaan doordat we een podcast maken. Ja. Podcast over de zin en de onzin van het leven. Mm-hmm. Naar aanleiding van dat boek. Ja, dat is heel kort. Maar toen dacht ik, een gewone podcast. Ten eerste, dat is dan ernstig. En het moet niet altijd ernstig zijn. We wisselen het ook weer af. Langs een andere kant, een podcast maken, dat kost centjes en dat kunnen wij niet zomaar betalen. Dus als we dat nu eens combineren met een publiek erbij te halen en op die manier haalbaar te halen. Je moet daar ook in over nadenken hoe je dat doet. Maar ik lach over het idee, ik lach gewoon, daar groeit het project weer. Ja, en wel, en dan, dus zo begint dat dan weer zijn vorm aan te nemen. Dan dacht ik, Dus we gaan dan niet aankondigen welke gasten dat zijn, omdat ik vind dat mensen hebben eigenlijk allemaal iets te vertellen over de zin en de onzin van het leven. We gaan die mensen op een podium zetten. Ja, oké, prima. We kondigen niet aan wie dat zijn. Nee. Omdat we ook niet dat vooroordeel willen hebben van het is een dienen. Ah, dan kom ik niet. Als niet pluisje hangt. We willen gewoon komen voor als de schepper. Ja, en de we komen voor die voorstelling. Ja. En daar wordt die gast in ingebed. En we gaan die gast helemaal ondervragen op leuke, niet, wat minder leuke, ernstige manier over de zin en onzin van het leven. Dus dat was ons beginproject. Daar zijn we ook effectief mee bezig, laat ons zo zeggen. Natuurlijk moeten die gasten daar allemaal zijn. En die hebben we nu de afgelopen maanden volop gescout en geïnterviewd. En nog. En zo, dat is een
Een dingetje. Ja, maar je bent er wel mee bezig met dat dingetje. Ja, maar je bent daar constant mee bezig. Ja. Maar het is een dingetje en het is natuurlijk wel superleuk om dat te mogen doen. Ja. Het is alleen logistiek een beetje, dat is echt wel wat werk. Komt die dan achteraf ook weer in een boek terecht? Nee, die komen in de podcast terecht natuurlijk. Podcast, dus ja, maar we gaan een avond, de hele avond wordt opgenomen, de stukken, wat zeker de helft van de voorstelling is. Die komen in de podcast. Drie kwart komen in de podcast. Dat wordt bijeengemonteerd. En dat wordt online gegooid. Ja. Omdat dat dan gaat over die gast. Met die gast. Ja. Over de zin en de onzin van het leven. Die doet soms mee in hilarische stukken. Maar ook soms over hele ernstige vragen. Hoe sta je in het leven? Dus dat gaan we echt doen. En zo gaan we het hele jaar tot en met volgend jaar... juni ongeveer gaan we met elke avond op pad. Wanneer, nou, niet elke avond, start je? In september? Ja, eind augustus met de try-outs daarvan. Ja. Want je moet dat ook wel een beetje uitpuren. En dan vind jij nog tijd om hier een paar dagen voor die première nog rustig te komen zitten? Ach ja, je moet iets. Ik kan dan geen ander kattenkwaad uithalen, zeg ik altijd. Kan je niet in de kerselaar gaan zitten? Ja, maar daar zijn die is op, hè. Die zijn op nu, de kersen. Ja, moet je niet gaan checken of de boom wel in orde is voor volgend jaar. Nee, zo freaky is het niet. Nee. Ben je perfectioniste? Moet het nu ook allemaal de puntjes op de i de laatste run naar die première? Natuurlijk, als je zou de dingen niet al zoveel jaren kunnen volhouden als je geen perfectionist zou zijn. Terwijl ik vroeger een oordeel zou gevonden hebben en een veroordeling, vind ik dat nu. Jongens, tuurlijk. Ja, perfectionist en glad to be so, maar niet meer op alle aspecten in mijn leven. Dus goed, sommige dingen moeten in orde zijn. Je bent eindelijk lief voor jezelf geworden. Ik ben veel milder geworden voor mezelf en mijn omgeving. En tezelfde tijd toch zeer kritisch geworden. Wat ik vind dat... Ja, de twee gaan ook heel erg samen. Maar mild kritisch, dat wil zeggen, je hebt een mening over de dingen. Je hebt daar een idee over. Maar je bent mild in die zin dat is mijn mening. Mijn kritische zin. Och, een ander mag een ander perspectief hebben. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En heeft Els de Schepper nog een bucketlist? Want je hebt al zoveel gedaan. Maar het is een vaste vraag die ik stel aan elke gast. Iets waarin je jezelf nog wil nog meer overtreffen? Ik heb geen... Ik denk dat je heel veel gedaan hebt wat op anderen een bucketlist zou staan. Ik zou een boek schrijven, een voorstelling maken. Ja, maar in het schilderen, tekenen en kunstwerken maken zou ik mij doorheen de jaren nog veel meer willen kundig maken. Ja. Wel bedreven geraken. Ja. Aan ideeën ontbreekt het absoluut niet. Integendeel, het ontploft soms in mijn hoofd. Maar aan de technieken, en daar moet ik natuurlijk tijd voor vinden. Ja. En op deze moment heb ik daar wel minder tijd voor. Maar die technieken, dat is iets wat ik mij graag eigen zou maken. Laat ons dat zeggen. En voor de rest, hè? Komt wat komt. Ja, ik vind het... wat moet ik daar nu op zeggen? Omdat dat... Het is... Dat zo schoon als het nu is... Dat alleen maar mooier mag worden. Ja. Het zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten, Els. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, als ik jou bezig zie op de planken, als ik jou boeken lees, als ik jou hoor praten, dan heb ik altijd... Ik wil in dat hoofd van Els de Schepper zitten. Bedankt dat we er eventjes mochten inzitten. En ik zou zeggen, als je in die kerselaar kruipt, kom veilig elke keer op de grond, want we willen nog heel veel weten wat daarin zit. Volgende keer nodig ik u uit, alle vrienden, om mij te zien klimmen in de kersenboom. En ze mogen alle kersen opvangen. Wordt een spektakel. Absoluut. Dat gaan we doen. Wordt een heel wild Pippi Langkousfeest bij Els de Schepper in de tuin. Els, ik wens jou een veilig terugrit, een fantastisch mooi seizoen, een goede verkoop van de boeken en alles wat er nog in je hoofd zit en dat wij nog niet weten wat er gaat uitkomen. Hè? Ik hoop dat er nog veel mag uitkomen dat heel veel mensen veel vreugde brengt. Op naar de volgende bevalling. Absoluut. En nu gaan we op café. We gaan nu op café. Gaan we doen. We gaan al iets vinden dat al open is, denk ik. In elk geval. Bedankt dat je er was, Els. Graag gedaan. Bergen succes. Ja, dankjewel. Ja, dit was Bone at Night voor deze week met Els de Schepper. Maak er een rustige en mooie nacht nog van, zodat u volgende week weer uitgeslapen bij ons bent. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Bone at Night. Tot dan.